Hey, en dan nog eventjes het CDA. Die hebben ook een congres gehad waar deelnemers zeiden van... nou, een hele super goede sfeer. Positief. We hebben er zin in. Ja, joh. Ik moet zeggen... We zijn even afgeleid door iemand die voorbij loopt. Er komt een heel detachement komt er voorbij wandelen. En nu zie ik dat daar een bord staat. Dat ze daar kennelijk feestelijkheden gaan afspelen. Als je natuurlijk zoals het CDA in het verdomme hoekje staat. En iemand zei, of er stond ook een kop in de krant zoiets. Want het kan alleen maar beter worden. Dat lijkt mij inderdaad volkomen juist. Dus vanuit dat perspectief. Heel optimistisch gestemd zijn. Maar je zei eerder, misschien bestaan ze niet meer na de volgende verkiezingen. Nou, dat denk ik ook weer niet. Er zijn ook een heleboel mensen die slapen of die al zo gedementeerd zijn. Toch dat ze die weten wat er aan de hand is. Dus die stemmen was wel zeker. Zelfs als de NPO 1 ook kijkers heeft die al aan het slapen zijn of half overleden. Ja, ik heb altijd begrepen dat wat betreft televisie kijken, dat ongeveer een kwart van het totale televisie kijken de publiek slaapt. Of in ieder geval nauwelijks bij bewustzijn is. Laat ik het zo zeggen. Daarom scoort de slimste zo goed. Dat zou best kunnen. Omdat dan natuurlijk, wij hebben natuurlijk ook een 50 plus publiek. Iets meer dan de helft van ons publiek. Iets meer dan de helft van ons publiek zijn vrouwen. Dat is altijd een minderheid van mannen. Dat is ook al interessant, toch? Ik geloof ook dat 50 plussers in de meerderheid zijn. Het is duidelijk dat de slimste mensen het moeten hebben van een vrij traditioneel televisiekijkend publiek. Ja. Heb je nog wat meegekregen van al die ophef van een paar weken geleden rondom de slimste? Er was nog zo'n column van Angela de Jong, die had er nog wat over geschreven. Ja, dat heb ik allemaal wel meegekregen. Ja, ik dacht, ik doe het zwijgen verder me toe. Omdat ik aangekondigd heb dat ik tot mijn honderdste doorga. Dus dan is dat geregeld in ieder geval. Maar daar blijf je ook bij. Ik weet niet of ik dat ten uitvoer zal brengen, eerlijk gezegd. Ik zie het wel. Kijk, waar ik mij aan ergerde was, dat hele... Sowieso ziet het ernaar uit dat de laatste uitzending die Filip en ik samen doen, die valt in februari 2025. Dus ja... Maar die wordt in het najaar van volgend jaar opgenomen. Dat wel, ja zeker. Ja. Maar toch, dat is nog een jaar. Ja. Een jaar in het leven van 80-jarigen. Een jaar in het leven van Nederland. Een jaar, we moeten nog nieuwe verkiezingen krijgen. Ja. We krijgen nog verkiezingen in de Verenigde Staten. En dat begrijp ik dan totaal niet van die media-nieuwskanalen. die opwinding en urgentie over niets. Iets wat zich op zijn best over een jaar... Of lekker ander. Opkloppen de boel. Dat is natuurlijk wat ze doen. Lekker opkloppen, dat is het wel zo'n beetje, ja. Hè? En als ze dan nog klopten met de hand, dan moet je met twee vorken. Hè? Dat kon mijn oma en mijn moeder kon dat. Als je melk opklopt, hè? Tegenwoordig heb je een opkloppertje met een elektromotortje erin, maar... En mijn moeder deed dat in mijn herinnering met twee vorken. Ben ik wel benieuwd naar of dat nog gebeurt. Maar mensen zeggen natuurlijk, ja, Maarten zei altijd, als Filip stopt, dan stop ik ook. Ja, joh, natuurlijk stop ik dan. We zullen zien. Ik weet het niet. Nee. Misschien ben ik wel dood. Hè? Ja. Misschien kunnen ze dat een bloemetje komen leggen op mijn graf. Zou dat niet lollig zijn? Ja. Een speciaal bloemetje van de media. Journalistiek. Dat zou ik fijn vinden. Dat ze allemaal een ruikertje sturen. Hè? Ja, maar dat is natuurlijk ook die mediajournalistiek waar je heel veel aan te danken hebt. Ja, en zeker. Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Waarom ben ik ooit begonnen bij de media? Ik heb geen flauw idee. Een flauw idee. Volgens mij is het zo, dat is sowieso al heel erg lang geleden, dat ik... eerst natuurlijk bij die... Omdat ik een boek had geschreven over de Verenigde Staten... Dat speelt in najaar 84. Dat was in najaar 84 verschenen. Ik had nooit gedacht dat enige, laten we zeggen, tv-reflectie zou krijgen. Maar dat kreeg het dus bij de NCRV. En daarna ben ik een aantal jaren heel incidenteel in het programma Capitool verschenen. En dat had als een van de hoofdoorzaken dat een redactrice van het programma weer... getrouwd was met mijn beste vriend. Dus daar zit ook weer zo'n via constructie in. Maar als jij niet uit je woorden zou komen, zou je niet meer uitgenodigd worden? Nee, als ik niet uit mijn woorden zou komen, als ik niet uit mijn woorden had kunnen komen, dan was ik denk ik ook niet benoemd op de post bij de universiteit die ik had.
Als ik niet uit mijn woorden had kunnen komen, dan weet ik niet waar ik geëindigd was, maar... Nee, maar je kon natuurlijk heel goed... Kun je... Ergens, ik weet niet waar, ik zit even te denken. Waarschijnlijk was ik magazijnknecht geworden ergens. Wat voor functie kun je vervullen zonder dat je een bek open doet? Nou, heel veel. Tankstation werken, buschauffeur. Tankstation werken, misschien dat had ik wel willen doen. Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat jij inhoud kunt combineren met komische aspecten. En dat spreekt heel veel mensen aan. Ik denk dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik ben op zichzelf helemaal niet komisch van aard. Maar de wereld zelf is dolkomisch. Daar loop je vanzelf wel tegenaan natuurlijk. Ja, maar je zet soms toch wel eens dingen aan of je bouwt een grapje in. Of... Ja, wat ik altijd leuk vind is het iets erger maken dan het is. Of juist iets minder erg maken dan het is. Ja. Dat understatement en overstatement zijn retorische instrumenten. En dat is ook ontzettend leuk om daar iets mee te doen. En zeker ook in de Nederlandse politiek natuurlijk. Ja, en dat werkt natuurlijk goed. In een collegezaal werkt dat goed omdat je dan studenten bij de les houdt. En in de media werkt het goed omdat mensen dan denken... Oh, toch eens even luisteren wat hij te zeggen heeft. Het trekt aan. Ja, ik denk wel dat... Je had zo'n bekend leerboek en daar stond ook dat je om de zoveel tijd moest je een grap vertellen. Want dan worden de leerlingen weer wakker en dan denk je, oh, dat is waar ook, we zitten te luisteren naar. Zo gaat het wel. Er is toch ook onderzoek dat de gemiddelde modale mens, die heeft een aandachtspanne van 12 minuten. Op basis daarvan heb ik ooit gelezen, ik weet niet of het waar is. Op basis daarvan wordt ook in Amerika de reclame uitgezonden. Elke 12 minuten. Ja, sterker nog, in Nederland mag je maximaal per uur 12 minuten reclame uitzenden. Is volgens mij de regel. Zoveel? Zo lang? Ja. Volgens mij staat bij commerciële omroep is dat de regel. Wat verschrikkelijk zeg. Ik heb altijd het gevoel dat de reclame harder staat dan de rest van het programma. Ja, dat kan bewust zijn, ja. Ja, dat kan heel bewust zijn, ja. Ik begrijp ook nooit... Denk jij nooit bij veel van die reclame, wie wordt daar nou door beïnvloed? Ja. Wie gaat dan nou een Opel kopen omdat je twee beeldschone jonge mensen in een Opel Mokka langs een kustweg in Californië ziet rijden? Ik vraag me dat altijd ook bij supermarktreclame. Dat je ook denkt, wat dacht je nou echt? En dan hebben ze op zo'n scherm wel 18 verschillende producten die... 2 voor de prijs van 1, 16 voor de prijs van 2, nu met korting. Welke? Ja, iemand heeft me dat wel eens uitgelegd. Dat heeft te maken met onderbewuste beïnvloeding. Dus rationeel denk je, ik ben hier niet gevoelig voor. Maar onderbewust doet het toch iets. Er is vast iemand die dit veel beter kan uitleggen. Die moet maar even reageren dan. Maar het blijkt wel te helpen. Mijn indruk is dat veel reclame, dat is scattershot. Zoals dat heet. Dat is met hagel, een hagelschot. Dus je stuurt een heleboel dingetjes uit waarvan er maar een deel effectief is. Ja, dat is op tv zo. Maar online kunnen ze door het profiel wat ze opbouwen veel gerichter een reclame aanbieden aan je. Ja, maar je weet zelf dat je daar nooit op let op die online dingen die... Hè? Nee. Ja. Want er verschijnen vaak de gekste dingen links en rechts van je scherm. Ja. Ten eerste probeer ik zo snel mogelijk weer weg te komen in zulke gevallen. Want ik vind het enorm irritant. Je hebt toch van die... En dan heb je alleen nog maar helemaal in het midden van het scherm. Is er nog een boodschap en de hele rest wordt in beslag genomen. Door allemaal volstrekte onzin. Dingen die mij... Ik kan me niet herinneren dat ik ooit iets gekocht heb. Omdat ik dacht, ik zag dat in de reclame. En dat wil ik ook. Zoiets wil ik ook. Nee, nooit. Sterker nog, ik heb wel geëxperimenteerd met lijsten van dingen die... zulke irritante reclames hadden dat ik ze nooit meer wilde kopen. Dat heb ik wel. Ja. Vergeet je ook weer natuurlijk. Maar. We kwamen hierop door het CDA. Want daar was de sfeer positief. Ja, ik moet zeggen dat als ik reclame voor het CDA zou maken... dan zou ik ook zeggen van... als u niks meer weet, stem CDA. Hè? Nederland heeft een lange, lange geschiedenis van CDA-stemmerij. Waarom zouden we daar nu ineens mee op moeten houden? Nou, wat ik wel leuk vond om te zien bij dat CDA-congres... is dat daar degene die jij ook vaak positief in ieder geval hebt becommentarieerd... Jan-Peter Balkenende was daar. En toen werd hem gevraagd... kan die Bontebal nou dat Balkenende-effect weer terugkrijgen? Namelijk dat vanuit het niets CDA de grootste wordt en de premier levert. Ja, nou moet ik zeggen dat het Balkenende-effect... natuurlijk wel heel erg sterk gerelateerd was aan het Fortuyn-effect. Namelijk dat er enorme onrust was in de Nederlandse politiek... dat grotendeels veroorzaakt door Fortuyn. Dan moet ik even nischen. Okay.
Daar word ik ook voor betaald, dames en heren. Flink niezen. En dan zeg ik zo dat ik altijd een pilletje neem tegen het niezen, wat nu even niet geholpen heeft. Of een zakdoekje gebruiken. Ja, een zakdoekje, zeker. Heb je een zakdoekje? Ja, ik heb wel een zakdoekje. Ik was ook verkouden, dames, dus ik heb ook zakdoekjes meegenomen. Geef me er maar één. Ja, alsjeblieft. Wij worden dik betaald. Alleen, we gaan niet onthullen hoe dat loopt. Die geldstromen, dat is echt... Gaan allemaal direct naar Luxemburg, kan ik u verzekeren. En daarna naar de Cayman-eilanden. Ze zijn ook lekker zacht, hè, die zakdoekjes. Ja, deze zijn heerlijk, die papieren zakdoekjes. Heerlijk, hele fijne papieren zakdoekjes. Ah, hoe had je maar één zo'n zakdoek waarmee je... Ook als je verkouden werd, op pad werd gestuurd door je moeder... En aan het eind van de dag was dat verschrikkelijk. Hè? Dat was helemaal, je kon de dingen uitwrikken. Maar dat was, met dat, snotwater. Precies, maar dat was gewoon een stoffen doek, toch? Ja, dat was een stoffen doekje, ja. Dus die moest je wassen? Ja, die moest je wassen. Ja. En mijn moeder die streek ze zelf. Ik heb ze nog liggen van mijn opa thuis. Ja, nou ja, maar je kunt eens proberen. Kijk, als je niet al te verkouden bent, dan is het best handig. Ja. Je kunt er van alles mee, je brillen glazen opwrijven en weet ik voor wat voor dingen doen. Maar ja, als je echt verkouden bent, dan heb je er echt helemaal niks aan. Nee. En mijn moeder streek ze ook. Ik heb eens gezegd, maar hou nou toch uit zijn godsnaam. Hou op met die zakdoeken strijken, want we pakken ze van het stapeltje en klaar als Kees. Die streek waarschijnlijk ook onder, dat vond die generatie, mijn oma streek ook haar onderbroeken. Ja, dat zou me niet verbazen, dat herinner ik me niet. Maar ik herinner me dat ik tegen mijn moeder zei, maar dit is echt zonde van je tijd, dit moet je niet doen. Nee. Maar ja, dan zei ze ook van die dingen, ja, dat deed mijn moeder ook, of dat hoort zo, of ja. Hetzelfde reden dat je naar dansles moest. Maar het Balkenende-effect, daar was je over bezig. Balkenende, ja. Ja, ik denk dat het Balkenende-effect toch voornamelijk een fortuin-effect was. Omdat er was onrust in de politiek en velen voelden die onrust. En dat was in de nadagen van Paars 2 natuurlijk. En die hebben als oplossing voor hun onrustgevoelens CDA gestemd. En toen werd CDA de grootste partij. Dat was ook zo'n gerucht natuurlijk, dat eigenlijk als die niet doodgeschoten zou zijn, dat die dan de grootste zou zijn geworden. Maar daar is volgens mij geen enkel bewijs voor die theorie. Er is zo'n vrij omvangrijk boek over die campagne, de lange verkiezingscampagne van die meneer van Praag. Als ik het wel, ja, het is allemaal heel lang geleden gelezen. Daar zou je eens even in moeten kijken. Maar mijn theorie is dat Fortuyn, anders dan hij zelf dacht, nooit een kans heeft gehad om minister-president te worden. En die Bontebal, wat van, je hebt al gezegd, hè, verstandige gast, gymnasium gedaan, natuurkunde gestudeerd. Ja, dus... je weet dat ik altijd enorm onder de indruk ben van mensen die iets kunnen wat ik niet zo goed kon, namelijk wiskunde. En dat moet hij gedaan hebben, want hij heeft natuurkunde gestudeerd, dus hij moet er redelijk in geweest zijn. Ja, ik ben blij dat het geen jurist is. En geen consultant. Hij had verstand van, hij werkt ook voor een of andere energiemaatschappij. Ja. Hij komt verstandig over. En dat is natuurlijk, mensen zeggen, ja, hij is wel heel saai. Maar misschien hebben we daar wel behoefte aan in de politiek, een saai iemand. Ja, volgens mij werd Balkenende ook altijd aangeboden als juist bijzonder saai, waardoor hij zo lollig deed. Als er nou trouwens iemand in de nieuwe brigade van revolutionairen als saai kan worden beschouwd, dan is toch Omtzigt wel een van de aller saaiste personen ter wereld. En kijk hoe die scoort. Kijk, dat is. Ja. Dus kennelijk is er wel een grote behoefte aan saaiheid. Maar is het dan ook de trek naar het midden die je dus nu weer ziet? Nou, ik denk dat veel mensen weer geteisterd worden door die gevoelens van ongenoegen en onzekerheid. Die eigenlijk in allerlei opzichten niet erg terecht zijn, maar dat is er wel. Dat is ook al enige tijd zo. Ik heb je volgens mij al heel lang geleden, daar was ik zelf zo doorgefrappeerd. Dat ik op zo'n bruiloft, zo'n 50-jarige bruiloft, werd aangesproken door een jonge vrouw. En die zei, meneer Volsen, wanneer komt het eind van de wereld? En ik was stupid, hè? Ik dacht, het eind van de wereld. Daar ben ik totaal niet over geïnformeerd. Zelfs de kwaliteitskrant heeft er niks over geschreven. Dus misschien... Dus ja, zo, ik had moeten zeggen, God, hoe komt u daar nou zo bij? En toen geleidelijk aan begreep ik dat ik iets gemist had in de collectieve sfeer. Nou ja, dat mensen een beetje somber gestemd waren en het niet zo zagen zitten. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de klimaatproblematiek, die natuurlijk zeer omvangrijk is, waar je ook niet de indruk hebt dat de politiek er erg geconcentreerd en gestructureerd aan werkt. Laat staan als we kijken naar de wereldpolitiek in bredere zin.
Ja, dat is een heel raar gevoel. En ik denk dat dat nu ook wel speelt. Ja. En dat mensen natuurlijk ook wel zien dat ter rechterzijde de oplossingen niet liggen. Laten we eerlijk zijn natuurlijk. Al die rechtse oprispingen, die hebben niks opgeleverd. Wat heeft dat nou opgeleverd? Thierry Baudet, bij Provinciale Statenverkiezingen de grootste partij van Nederland. En kijk eens wat het is. Het is een groepje gekken met een bolderwagentje. Hè? Waar de geschriften van Thierry Baudet heen liggen. Waar die ook nog dik aan verdient, begreep ik. Ja. En hetzelfde geldt ook voor Joost Eertmans en voor die Van Haga. Die hele groep van... Ik denk dat mensen wel zien en terecht zien... dat als je dan toch op de vlucht bent, als je dan toch onzeker bent... als je toch denkt dat het anders zou moeten... ja, anders zou moeten... dat misschien Mark Rutte niet alles goed gedaan heeft... dan is misschien Omtzigt wel een veilige haven. Eigenlijk is het gewoon weer het CDA. Want dat was natuurlijk Balken in de fortuintijd. En nu hebben we eigenlijk een soort van replica van het CDA. Een soort nieuw modelletje. Hè? En dat is Omtzigt. Ja, waarbij het CDA... Wat ik van harte toejuich, want ik denk dat de oplossingen voor de politiek in een democratie, en zeker in een democratie als de onze, dat die eerder in het midden liggen dan ter rechterzijde. Ja, waar het CDA natuurlijk wel die enorme achterban van de leden heeft en dat moet Omtzigt allemaal nog gaan opbouwen. Nou ja, we moeten dat afwachten. Niemand weet hoe de verkiezingen van 22 november gaan aflopen. Nee, dat blijft een hele onzekere zaak natuurlijk. Ja. Nog één aspect te uithalen. Volt had ook het congres en zij voelde toch wel de hete adem van Timmermans. Want ja, die zit natuurlijk ook op Europa, ja, die zit ook op klimaat. Dat begrijp ik wel. Ik vind Volt een heel sympathiek clubje. Je hebt hem ook geïnterviewd, hè? Ja, ik vond dat van een bijzonder aardige en sympathieke jongen. En voor mij hebben zij natuurlijk één punt wat ik zelf van grote betekenis vind. En dat is hun interesse in de Europese Unie. En hun straffe bewustzijn dat we... Nederland eigenlijk buiten de Unie nauwelijks meer betekenis heeft dan een geïsoleerd stadsgewest. In de Unie zijn wij een redelijk aanwezige speler, naar mijn gevoel. Moet natuurlijk weer opgebouwd worden. En wat dat betreft zijn we Rutte kwijt. Misschien kunnen we Rutte afvaardigen naar Europa. Hè? Nou ja, dat is toch interessant, hè, wat hij gaat doen. Want hij als vertegenwoordiger. Goed, daar gaan we niet over speculeren. Hoe kwamen we op dit thema? Volt, ja. En wat jou aansprak, dat was het... Ja, ga ik op Volt stemmen? Nou, dat weet ik ook nog niet. Nee. Ik laat het van de omstandigheden afhangen. Oké. Okay. Ik hou even de politieke keuze open, dan blijft dit ook een beetje interessant eigenlijk, hè? Oké, okay. Maar dan ga je wel nog iets over zeggen richting de verkiezingen, toch? Ja, ik ga tenslotte zal ik een keurig... stemverantwoording geven, ja, stemadvies. Mensen volgen je toch niet op, dus...